start gevallen. Begin met een mispassen voor Axel Buitenzorg. Die begint achter de paarden in het midden van de baan. Is Adonis Boko heel snel weg. After Midnight gaat mee. After Midnight heeft de leiding aan de buitenkant. 15 galop. 15. After Midnight heeft de leiding. Adonis Boko aan de buitenkant daarnaast. En daarachter gaat mee in het tweede spoor Anaconda. Achter Anaconda aan de relingzijde volgt dan Rob de Vlieger met Alou van Kamstra. Zo gaan de paarden de bocht door. En dan gaat Alou van Kamstra in de bocht van de benen. Alou van Kamstra springt en wordt gepasseerd onder andere. Nummer 4, galop. Door Alki Flevo. Maar Driedik gaat aan de buitenkant ook naar voren. Alltime Stardust. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. André Bakker heeft nu alle ruimte om te kiezen waar hij heen wil met Alki Flevo. Enige die we nog niet gevonden hebben is die andere Bakker, maar die ligt er precies voor met Ajax Boko. En die gaat op de rug van Anaconda mee in de kopgroep. Heel compacte kopgroep. Aan de relingzijde Adonis Boko. Daarnaast Anaconda, Driedik Alltime Stardust. Daartussenin ligt Ajax Buitenzorg en aan de relingzijde After Midnight. En de achtervolging wordt dan geleid door Alki Flevo. Zo gaan de paarden de bocht in en daar neemt Strauper de leiding over met Anaconda. Anaconda gaat als eerste die bocht door. Komt zometeen als eerste ook langs de finish. Dat kan bijna niet missen. Dan moeten we nog één ronde gaan afleggen. Anaconda pakt 2 lengte voorsprong. Tweede aan de relingzijde is nu Adonis Boko. Daarnaast ligt Alltime Stardust. En daarachter Ajax Boko. En achter Ajax Boko nu Alki Flevo. De Bakker Express ligt op dit moment in het tweede spoor. Ze liggen vijfde en nummer zesde. 10 galop. Nummer 10. En zo komen ze voor de tribune langs. Ze hebben nog één ronde te gaan. Anaconda aan de leiding. Als Stroper zo ligt, dan is hij lastig te passeren. Tweede aan de buitenkant Alltime Stardust. Derde Adonis Boko. Vierde Ajax Boko. Vijfde After Midnight. Zesde Alki Flevo. Zevende is dan Patrick de Haan met Axel Cartouche. En de rest van het veld daar dan achter. Always on the run. En daar komt Driedik aan de buitenkant. Axel Buitenzorg naar voren. Enige paard dat sprong aan de start. Die komt nu Driedik naar voren. En die komt uit op een gedeelde derde plaats. Gaat hard aan de buitenkant Axel Buitenzorg. Maar kan die dit ook afmaken? Ajax Buitenzorg gaat achter hem aan ook naar het derde spoor. En daarachter ligt dan ook alweer als een schaduw Alki Flevo. Wordt flink positie gezocht in het midden van het veld. Maar nu komen er dan toch paarden naar voren. Maar daar gaat Stroper niet op wachten. Anaconda is aan de versnelling begonnen. Adonis Boko ligt tweede. Derde Ajax Buitenzorg. Daar komt Alki Flevo aan de buitenkant. Gaat door naar de vierde plaats. En vijfde is After Midnight. Axel Buitenzorg zakt weer terug. En de andere Axel. Axel Cartouche gaat hem binnendoor voorbij. Zo aan de paarden de laatste bocht in. Anaconda aan de leiding. Daarachter de stal Amsterdam kleuren van Russell November. En die zijn nu van Adonis Boko. En die ligt op de tweede plaats. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht in de sweepstakes. Hengsten en Ruins A. En Stroper gaat er vandoor. Stroper pakt 2 lengte voorsprong. Adonis Boko heeft het moeilijk. Daar komt Ajax Boko aan de buitenkant. En Ajax Boko nu in de achtervolging. Adonis Boko gaat met hem mee. En Anaconda krijgt het nu ook moeilijker. Daar komt Alki Flevo binnendoor opzetten. Alles kan nog gebeuren. Alki Flevo of Ajax Boko. Ze gaan op de streep af. En het is... Aan de buitenkant Adonis Boko voor Ajax Boko en Alki Flevo. Langeweg junior verrast zichzelf en de wedders en hij valt er nu vanaf. Gaat allemaal net goed, hij draaide nog op de vierkante meter. Adonis Boko had het genoeg gehad en draaide om vlak voor de bocht. Gelukkig blijft Langeweg junior zitten, het ging allemaal goed.